Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Echt serieus, ik moet daarmee stoppen. In ieder geval fijn jullie weer te zien. En weer leuk om jullie te zien. Ik zou zeggen, IKEA, Action en Xenox. Klopt dat? Ja. Ik ga eerst bij de Action. Daar heb ik deze Betty doeken gekocht om je gezicht mee schoon te maken. Drie stuks, dus daar kan ik even mee uit. En ze gaan er trouwens uit en die waren 1,11 euro. Dus die. Bij de Xenox geweest en daar heb ik armbanden standaardje gekocht. Deze. Die was. Moet ik even kijken. Want gewoon na sieradenrek 5,99. Nou, valt nog mee. Daar heb ik nog iets leuks gekocht. En dan ga ik je de prijs al zeggen. Die was 30 euro. Ik ben niet later. Hoe cute is dat? Kijk, zo ga ik even loshalen. Zo. Ja, een knipje. En hier heb je laartjes. Dat vond ik wel zo geniaal. En hij is heel zwaar. Dus ik ga hem nu neerzetten voordat ik hem aan mijn handen laat vallen. Dus dat. En bij de IKEA heb ik deze plantenspuit gekocht. Vond ik gewoon heel grappig. En die was 3,99. Zo'n karretje en die was 39,99. Ja. Oh, nou had ik nog wat gekocht, dat ben ik vergeten. Nou. Ik ga het even pakken. Deze heb ik gekocht. Voor in de kledingkast. Die was 4,99 geloof ik. 3,99. Ja, 3,99. En ik ben naar de dingen geweest. Sketches moeten. Ik kon het niet laten. Kon ik het nooit laten. Mijn favoriete sandalen. Dus die. Die waren 59,99. Heb ik ook nieuwe
Werkschoenen. Hele leuke werkschoenen. Tada. Ze wegen gewoon niks. Echt tien keer niks. Heerlijk. Ik heb een beetje last van mijn hiel. Maar ik ben gewoon een maand gekopen. 38. O ja. En dus de Natune Pink van Orona Jules. En die kostte 69,95. Dus ik wil zeggen, dit was mijn shoppen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte.